Richard, zowel in jouw jubileumwedstrijd van vorige week en als vandaag de wedstrijd waarin je guldig wordt, hou je de nul. Een tevreden Richard van Nieuwkoop? In dat opzicht wel. Ik denk aan de andere kant had je vorige week had je eigenlijk eind van de wedstrijd nog maar 3 punten weg moeten gaan. En ik denk als je naar vandaag kijkt, dan had je er ook kans van om die wedstrijd gewoon te winnen. Al was het spel niet goed, kreeg je toch nog wel wat kleine kansjes. Ja, dan moet je net een beetje geluk hebben dat hij erin gaat en dan steel je die 3 punten. Vorige week heb je echt een punt moeten redden in de slotfase. Dat was deze week niet nodig, hè? Nee, ik moet zeggen dat ik niet heel veel te doen had gehad. Er zijn niet echt schoten op doel gekomen. De eerste helft, 1 die op de lat ging en een gevaarlijke vrije trap. Maar voor de rest was het voor mij een rustige wedstrijd. En dan toch man van de wedstrijd worden? Ja, maar ik denk dat het een beetje te maken heeft misschien met die 150ste wedstrijd. En dat het niet met deze wedstrijd met mijn prestatie vandaag te maken heeft gehad. Je kan vandaag wel parallellen trekken met de wedstrijd van vorige week, hè? En dan denk ik met name hoe je de wedstrijd start. Ja, klopt. We starten niet goed. We zijn slap en gaan niet fel duel in. Tweede bal wonnen we niet. En hun konden eigenlijk makkelijk voetballen. En dat gebeurde vorige week precies hetzelfde. Ik denk dat je tweede helft toch wel wat beter uit de rust komt. En dan ga je misschien wat meer voetballen. Maar ja, over het algemeen denk ik niet dat dit is wat wij kunnen. Ik denk dat wij meer kunnen en veel meer eruit moeten halen. Hoe jammer is het dat dit gebeurt in een derby, de eerste derby van dit seizoen? Ja, aan de ene kant is het jammer. Aan de andere kant, je speelt nu 0-0. Dus in principe is er geen man overboord. Maar je moet wel laten zien dat je wil voetballen. En ik denk dat dat vandaag niet echt aan de orde is geweest. Als we het over derby's hebben, over 7 weken krijgen we Kickboys. Daar ben je nog niet mee bezig. Maar dan moet het wel anders thuis, hè? Ja, maar dat gaat ook wel goed komen. Ik blijf nog steeds vertrouwen houden in dit team. En ik denk dat iedereen dat wel doet. En je ziet dat het erin zit. Maar dat komt er gewoon nog niet volledig uit. En dat is aan ons om dat te laten zien en te bewijzen. Ik noemde de naam al, Kickboys. Daar heb jij goede ervaringen mee, hè? Ja, dat is mijn debuutwedstrijd geweest. En die hadden we gelijk gewonnen. Dus ja, het zou lekker zijn als we dat gewoon weer doen. Ik weet dat ik het je ook gevraagd heb toen jij 100 duels had. Weet je inmiddels hoeveel wedstrijden jij de nul hebt gehouden in die 151 wedstrijden inmiddels? Nee, ik heb geen idee. Ik heb het ook niet nagekeken. Ik had het misschien kunnen weten dat je het ging vragen, maar dat heb ik niet gedaan. Nee, ik heb geen idee. Het is inmiddels 41 wedstrijden de nul. Mooie score, toch? Ja, had meer moeten wezen, maar op zich kan ik er wel een soort van tevreden mee zijn. Als jij de komende weken de nul houdt en voor gaan scoren, dan komt het helemaal goed. Ja, absoluut. Ben ik met je eens.